Goeiedag, het energieweerbericht waarin we kijken naar de zonne-energie, windenergie en het gasverbruik voor de komende periode. Wat kunnen we verwachten aan hoeveelheden? Voordat we dat doen, gaan we eerst even terugkijken naar de afgelopen week. De afgelopen week bracht best wel veel zon. U kunt zich misschien nog wel herinneren, Koningsdag en ook de dag voor Koningsdag was regionaal echt heel zonnig. En ook het weekeinde. En dat leverde dus meer zonne-energie op dan normaal voor deze tijd van het jaar, kunnen we hier goed zien. Er zat tegenover dat de hoeveelheid windenergie duidelijk lager lag. Een hoge drukgebied zorgt over het algemeen voor weinig wind. Nou, dat zien we terug in de cijfers. En het gasgebruik, dat lag zo rond normaal, wat is gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Nou, voor de komende periode, de komende week, we kijken tot en met 7 mei, dan zien we dat het qua zonne-energie niet al te best zal zijn, want er wordt veel bewolking verwacht de komende periode. De windenergiehoeveelheid, ook die is wat lager, omdat we nog steeds te maken hebben met een hoge drukgebied boven onze omgeving. En als we dan ook nog even naar het gas kijken, dan zien we dat we daar duidelijk minder gaan verbruiken dan wat normaal was in deze periode. En dan moeten we er wel bij zeggen dat normaal is terugkijken naar de afgelopen 3 jaar. En die waren over het algemeen vrij koud die eerste weken van mei. Vandaar dus dat verschil zo groot is. Nou, wat gaan we voor weerbeeld krijgen deze week? Een relatief rustig weerbeeld, vaak ook droog. En qua wind boven land, ja, dat is toch over het algemeen erg magertjes. Vaak is er ook wel veel bewolking en dat betekent dat ook de hoeveelheid zonne-energie wat tegen gaat vallen. We gaan de animatie eens bekijken. Dan zien we dinsdag een noordelijke stroming. In die noordelijke stroming, ja, daar is toch wel veel bewolking aanwezig. En woensdag hebben we ook te maken met wolkenvelden en zonnige momenten. Donderdag duidelijk wat meer wind op zee, ook dat is goed te zien. En vanuit het zuiden komt dan langzaam maar zeker een storing dichterbij. En dat gaan we vooral weer op vrijdag merken. Dat wordt een wisselvallige dag met kans op buien. Ja, en qua wind, het is allemaal vrij rustig, omdat het hoge drukgebied nog steeds in onze omgeving blijft. We hebben het als volgt vertaald in de kaartjes. Op dinsdag dan hebben we nog wel enigszins te maken met een noordelijke wind die enigszins wat kracht heeft. Vandaar dus dat we een normale opbrengst voorzien, maar qua zonne-energie juist niet, omdat er vaak veel bewolking is met die noordelijke stroming. Op woensdag dan zien we dat de zon weer wat vaker door kan breken. Vooral in het zuiden van het land, en daar kunnen de opbrengsten dus wat hoger zijn. Het zijn dagen die ook droog verlopen. Qua wind is het heel rustig, alleen op zee en in het noorden van het land, noorden-noordwesten, daar kan de wind wat steviger waaien. Kijken we ook nog eventjes naar de donderdag. Ook dan de meeste zon in het zuiden van het land. Waarschijnlijk zitten we dan wel met een opbrengst boven normaal. Qua wind is het weer erg rustig boven land. Nog steeds zien we dat het hoge drukgebied de wind naar beneden drukt, laat ik het zomaar omschrijven. En vrijdag, ja, dat is bevrijdingsdag. Dat zou wel eens een hele wisselvallige dag kunnen gaan worden, waarbij er veel bewolking aanwezig is en in de loop van de dag er ook buien gaan vallen. Kortom, qua opbrengsten een vrij matige week, denk ik. Hebben we dan toch nog wel een tip? Ja, dat hebben we zeker, want het is wel overwegend droog. En de ene keer is er wat meer wind en de andere keer is er wat meer zon. En er zijn dus genoeg mogelijkheden om de was buiten te drogen deze week. Nog een fijne dag.